Nooit meer oorlog staat vandaag de dag nog steeds te lezen op de IJzertoren in Diksmuiden. De toren met zijn boodschap kwam er uit de vernedering die de Vlaamse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog meemaakten in de loopgraven. Het ontstaan van de bedevaarten naar de graven van soldaten tot en met het opblazen van het monument ziet u nu in het eerste deel van Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus in Boulevard. Tussen 1914 en 1918 sneuvelen 30.000 Vlamingen aan het IJzerfront. Velen zijn vrijwilligers die vrij naïef gehoor geven aan de oproep van koning Albert bij het begin van de oorlog. Vlamingen, gedenk de slag der Gulden Sporen. 60% van de soldaten zijn Vlamingen, maar de bevelstaal is Frans. Zelfs de graven van de Vlaamse gesneuvelden krijgen het eentalige opschrift Mort pour la patrie. Vele Vlamingen hopen hun elementaire rechten af te dwingen door hun inzet. Hun leuze luidt, hier ons bloed, wanneer ons recht. In het door de Duitsers bezette Vlaanderen reageren veel mensen verontwaardigd wanneer ze de verhalen over het front horen. De Duitsers hebben ons nog nooit verboden de Vlaamse leeuw te zingen. Ze weten wel dat dat niet tegen hen is. De Duitsers bezetten misschien ons land. Maar de Fransen bezetten al jarenlang onze geest. Ja, maar meneer de landerpastor, wie zegt u nu dat de toestand blijft gelijk is? Zo mogen we niet redeneren, Pettik. De Vlamingen krijgen van de Duitsers na nog geen 4 jaar een universiteit. Na 100 jaar onder de Belgen is dat er nooit van gekomen. Zo is het, Constant. En daarbij, onze jongens trekken met duizenden naar het front voor wat zo gezegd hun vaderland is. En daarom zeggen ze nu, hier ons bloed, wanneer ons recht. We hebben onze kinderen getreiterd. Het was nog niet genoeg dat ze moesten sterven. Ze moesten ook nog getreiterd worden. Amédée van den Bruane, die kreeg 8 dagen gevangenisstraf. Omdat hij tegen zijn overste gezegd had dat hij geen Frans verstond. Moest hij dat verstaan? Karel de Koster vloog naar een boetecompagnie. Omdat hij zijn peloton in het Vlaams had afgeroepen. Het waren toch allemaal Vlaamse jongens. Onze jongens aan den IJzer, dat zijn ware helden. En voortdurend worden ze bespot door hun eigen officieren, veracht. Door dokters verzorgd die hun taal niet kennen. Door onderofficieren en korporaals bevolen die geen Vlaams kennen. Al 3 jaar verdragen ze dat lijden. En toch doen ze gewetensvol hun plicht. En nu staan we voor een offensief waarin opnieuw Vlaams bloed zal vloeien. Waarin bijna niets anders dan Vlaams bloed zal gestort worden. Als reactie tegen de taaltoestand aan de IJzer ontstaat de geheime frontbeweging. De leiders zijn intellectuelen. De priester Cyril Verschaven bijvoorbeeld, onderpastoor in Alveringhem, vlakbij het front. En de legerarts Frans Daals. In een open brief aan Albert vragen ze een einde te maken aan de discriminatie. Het officiële België reageert op die vraag van de frontsoldaten zeer afwijzend, woedend, verontwaardigd, zowel de burgerlijke als de militaire overheid. En het sloot aan bij de gedachte van kardinaal Mercier, die had gezegd, la Belgique sera latine ou ne sera pas.
En dus die taaleisen die de frontsoldaten stelden, waren voor hen een aanfluiting, waren een vorm van incivisme. En ook de brief die ze aan koning Albert hadden geschreven, werd met repressie beantwoord. Natuurlijk nooit geen antwoord gekregen, maar wel al de schrijvers, de ondertekenaars van de brief, vlogen letterlijk in de gevangenis. Bij de frontbeweging groeit nog tijdens de oorlog de gedachte aan een jaarlijkse herdenking van de Vlaamse gesneuvelden. De kunstenaar Joe English, een Vlaams vrijwilliger, ontwerpt een heldenzerk. Die krijgt een Keltisch kruis en de leuze Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus. Joe English sneuvelt in 1918 en ligt begraven in de crypte te Diksmuiden. In september 1920 komen studenten en Vlaamse oud-strijders voor het eerst bijeen rond het toenmalige graf van Joe English in Steenkerke. Tot 1924 organiseert een voorlopig comité bedevaarten naar verscheidene plaatsen waar bekende Vlaamse gesneuvelden begraven liggen. Op 31 augustus 1924 vindt de eerste samenkomst plaats op de huidige bedevaartsweide in Kaaskerke bij Diksmuiden. De organisatoren van de eerste ijzerbedevaart waren vanzelfsprekend de Vlaamse oud-strijders. Studenten die soms ook aan de oorlog hadden deelgenomen, brancardiers. En het was van in het begin pluralistisch, met als meest bekende de latere toneelman van het Vlaams volkstoneel, Oscar de Gruyter. En het was ook bewust geweest. Men had bewust een vrijzinnige erbij gehaald om te zeggen, het moet breed Vlaams zijn. Iedereen, elke strekking moet erbij vertegenwoordigd zijn. Tot vandaag staan de ijzerbedevaarten in het teken van drie gedachten. Zelfbestuur voor Vlaanderen. Pacifisme. En godsvrede. Dit is zoveel als positieve verdraagzaamheid en pluralisme. In het begin betekent godsvrede vooral dat Vlaamse katholieken en vrijzinnigen de strijd bij het begraven over de schoolkwestie, zolang de Vlaamse eisen niet zijn ingewilligd. Frans Daals zegt duidelijk dat de bedevaart niet tegen de Waalse frontkameraden is gericht, maar vooral tegen de Franskiljons die de Vlamingen discrimineren. Om de eenheid van de Vlamingen te bevestigen, zweren de bedevaders sinds 1925 een eed van trouw. O land van roem en rouwe, van liefde en lijdensnood, gij wordt weer vrij en groot. Wij zweren houwe trouwe. Wij zweren houwe trouwe. U Vlaanderen tot er dood. Centraal staat ook de gedachte dat het offer van de ijzerjongens de Vlaamse ontvoogding zal bespoedigen. Die hoop spreekt uit het beroemde vers van Cyril Verschave dat later op de ijzertoren wordt aangebracht. Hier liggen hun lijken als zaden in zand, hoop op de oogst, o Vlaanderenland. Er verschijnen voor de eerste keer een paar honderd rijkswachters, zogenaamd om de orde te handhaven, maar de Franskiljonse officieren vinden het prettig om de bedevaarders te provoceren. Hetzelfde jaar laat de regering de nog resterende ijzerzerkjes overbrengen naar de pannen. Ze moeten dienen voor de aanleg van een weg. Natuurlijk lokt dit hevig protest uit in Vlaanderen. De regering laat de vernieling stopzetten. Ieder jaar wordt het aantal bedevaarders groter. In een tijd zonder auto's komen zo'n 50.000 mensen naar het verre Diksmuiden. Voor velen is dit tot in 1936 de enige vakantiedag van het jaar. Na de middag trekken ze dan naar zee, waar het dikwijls tot relletjes komt met de Franskiljons. Het IJzerbedevaartcomité laat in 1927 voor de eerste keer filmen en biedt de film aan de bioscopen aan. De Belgische censuur verbiedt de film voor kinderen jonger dan 18 jaar.
Tijdens de ijzerbedevaart van 1928 legt Cyril Verschaven de eerste steen van de latere ijzertoren. Uitgerekend in 1930, op de verjaardag van 100 jaar Franstalige dominantie in België, wordt de IJzertoren ingewijd. De belangstelling is groot. Er zijn tientallen extra treinen. Nooit meer oorlog staat in vier talen op het monument. Een Waalse moeder, vergezeld van Waalse oud-strijders, legt bloemen neer. Maar voor vele Franstaligen is de Vlaamse bewustwording een bedreiging. Strooien vanuit een vliegtuig pamfletten uit over de bedevaarders. Daarin wordt tekeer gegaan tegen de zogenaamde verraders en deserteurs die haat en verdeeldheid zaaien en een open strijd aangaan tegen de burgerlijke en geestelijke overheden. Op de markt van Diksmuiden zijn er zware incidenten met de Rijkswacht. Er vallen 80 gewonden. De gevolgen van de rellen van 30 waren bijna voorspelbaar. Repressie niet tegen hen die oorzaak waren geweest van de rellen, niet tegen de piloot zelf, niet tegen de Rijkswacht, maar wel tegen degenen die geprotesteerd hadden. Dus mensen werden veroordeeld en in Vlaanderen komt dan weer de tegenreactie van wij nemen dat niet en er kwam meer volk in het jaar 31, wat men niet gehoopt had. Frans Daans, de voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, wil het pacifisme van de bedevaart een internationaal cachet geven. Vlaamse oud-strijders bezoeken daarom het knekelhuis van Douaumont bij Verdun, waar het gebeente van meer dan 100.000 gesneuvelden wordt bewaard. Bedevaart van 1931 wordt een Nooit meer oorlog federatie opgericht. Daarin zetelen ook Vlaamse socialisten en buitenlanders. Het volgende jaar zijn voor de eerste keer socialistische anti-oorlogsmilitanten aanwezig. Later zullen zelfs communisten naar de bedevaart komen. Tot diep in de jaren 30 werd hier op de ijzerbedevaarten volk van alle strekkingen verwacht. En ze kwamen ook, de nationalisten, vanzelfsprekend, de christendemocraten, maar ook socialisten en communisten, met aan het hoofd Bert van Oorik, die vanuit een Vlaams gevoel en vooral vanuit een pacifistisch gevoel het Nooit meer oorloggedachte hier kwam beleiden en getuigen daarvan. Het is slechts nationalistischer geworden diep in de jaren 30, omdat het comité zag dat de Vlaamse eisen niet werden gerealiseerd. In de hoofdstad in Brussel werden ze op de regeringstafel van de tafel geveegd. En dus kon men eigenlijk bijna niet anders dan zeggen, nu moet het hier eens gaan veranderen. En toen zijn de andere groepen gaan wegblijven. Daans krijgt geleidelijk tegenwind in het bedevaartcomité. Een aantal leden stoort zich aan het internationalisme en meent dat de Vlaamse problemen voorrang hebben.
In 1933 wil Daels de pacifist en wetenschapper Albert Einstein uitnodigen. Het Bedevaartcomité verzet zich met succes tegen de komst van Einstein. Het anti-Belgicisme wordt groter. In het comité groeit de invloed van het autoritaire Vlaams Nationaal Verbond, het VNV. Op de bedevaart van 1935 wordt priester Verschaven in zijn afwezigheid gehuldigd. Vanuit Alveringem uit hij de volgende kritiek. Vlaanderen kan het pacifisme missen als de pest, zolang het niet heeft afgerekend met België. Die bedevaart staat in het teken van de strijd tegen het Frans-Belgisch Militair Bondgenootschap. Tegen dit akkoord bestaat al lang verzet in Vlaamse kringen, ook buiten het Vlaams nationalisme. Op de bedevaart van 1935 lanceert het Verbond van Vlaamse Oudstrijders de leuze Los van Frankrijk. De militaire band met Frankrijk vinden ze schadelijk voor Vlaanderen. Het bloed van onze jeugd wordt ter beschikking gesteld van een vreemde mogendheid. Het VNV domineert de bedevaart. De meeste prominenten zijn VNV'ers en de ordendienst is nagenoeg volledig in handen van het VNV. Een motie over amnestie mag niet door de radio worden uitgezonden. De luisteraars mogen wel genieten van een felle anti-Belgische toespraak door de voorzitter van het comité, Frans Daels. Overal in Europa groeit de rechtsautoritaire gedachte, ook in Vlaanderen. Het Vlaams Nationaal Verbond, het VNV, en het Ferdinazo van Joris van Severen zijn de belangrijkste rechtse organisaties. Toch worden in de jaren 30 resultaten geboekt. De Gentse universiteit vernederlandst. De taalgrens wordt eindelijk vastgelegd en wetten op het taalgebruik worden goedgekeurd, al wordt er in de praktijk met veel van die wetten de hand gelegd. Maar voor de bedevaders komt het te laat en te traag. De Belgische overheid probeert trouwens de hele tijd de bedevaarten te saboteren. Pareltje van hoe de Belgische overheid probeerde te koeioneren, om het met dat woord te zeggen, was in het jaar 1937, kregen ze van het ministerie van Financiën, kreeg het Bedevaartcomité, een fiscaal attest in te vullen om belasting te betalen op de grafstenen die in de crypte van de IJzertoren begraven lagen. Dus men moest belastingen op de lijken gaan betalen. Nu, dit was toch echt wel het einde wat men kon doen. Een ander voorbeeld was het feit dat buitenlandse gasten, zelfs uit Nederland, kregen het verbod, kregen geen toelating om naar hier te komen. Mochten dus niet naar de bedevaart komen, zelfs niet uit Nederland. De laatste vooroorlogse bedevaart heeft plaats op 20 augustus 1939. 10 dagen voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het wordt een vredesmanifestatie, maar de godsvrede is ver te zoeken. KAJ en ACW mogen niet met hun vlaggen op de bedevaartsweide. Ook militanten van de socialistische anti-oorlogsliga mogen er niet meer colporteren. Thank you.
Tijdens de meidagen van 1940 wordt de IJzertoren getroffen door een Britse bom. De toren wordt heel vlug hersteld. Duitse bezetting gaan de bijeenkomsten in Diksmuiden door. Na de oorlog zal het IJzerbedevaartcomité die oorlogsbedevaarten niet erkennen en voortgaan met de vooroorlogse nummering. De bedevaarders mogen van de Duitsers de bedevaartweide niet betreden. Een beperkt aantal deelnemers, grotendeels collaborateurs en Duitsers, komen bij elkaar in de crypte onder de toren. Dr. Borms en Frans Daals moeten hun toespraken laten controleren door de Duitsers. De toespraak van voorzitter Daals wordt vooraf gecensureerd. De aanhangers kunnen alleen het verslag via de collaboratiezender Brussel volgen. Deze Vlaamse nationalisten hopen tegen beter weten in dat zij van de Duitsers de zelfstandigheid van Vlaanderen zullen krijgen. Ze zijn bereid het nationaalsocialisme als uithangbord te aanvaarden. Oorlogsbedevaarten zijn trouwens ook nooit erkend officieel als bedevaarten door het comité zelf. Maar het grote verschil was, het waren geen massabijeenkomsten. Ze vonden plaats in de crypte en ze stonden onder Duitse censuur. Wat men daar ook mag van beweren, de teksten moesten voordien gelezen worden. En er waren verbodsbepalingen van de bezetter. Er mochten geen buitenlanders komen, de Groot-Nederlandse gedachte mocht nooit geformuleerd worden. En elke verwijzing naar echt Vlaamse onafhankelijkheid werd geschrapt. Het was dus een heel andere sfeer ook. En het is duidelijk dat er een aantal mensen in de collaboratie uit de bocht zijn gegaan. Maar men mag niet beweren dat de IJzerbedevaarten per definitie collaboratievergaderingen waren. Sommige Vlaamse oudstrijders bijvoorbeeld liggen aan de basis van de Vlaamse wacht. Die voert voor de Duitsers militaire bewakingsopdrachten uit en dat terwijl de Vlaamse oudstrijders voor de oorlog antimilitaristische slogans gebruikten en geen Vlaams bloed voor vreemde belangen wilden vergieten. Velen maken dan ook de opmerking dat het pacifisme van sommige Vlaamse oudstrijders wellicht toch niet zo principieel was. VOS-voorzitter Karel de Feiter wordt na de bevrijding gefusilleerd. Oorlogsbijeenkomsten in de crypte hebben plaats onder het motto Wij zijn een volk. Hoe langer de bezetting duurt, hoe meer blijkt dat de Duitsers daar eens mee lachen. Anschluss wordt het lot van Vlaanderen als Duitsland de oorlog wint. De aanwezigheid van Vlaamse collaborateurs en de sympathiebetuigingen aan de Vlaamse oostfronters compromitteren de IJzerbedevaart volledig en maken het de Belgische nationalisten bijzonder gemakkelijk na de bevrijding. Vlaamsgezindheid en collaboratie met de nazi's worden dikwijls opzettelijk met elkaar verward. De repressie is keihard en is deels bedoeld om een einde te maken aan de Vlaamse eisen en het Vlaams nationalisme. Thank you.
Op 15 maart 1946 wordt de IJzertoren vakkundig door het verzet opgeblazen met de hulp van het Belgisch leger. Het lijkt erop dat de ijzerbedevaarten voor altijd voorbij zijn. Op 16 maart 1946 wordt de IJzertoren vakkundig opgeblazen. Officieel vindt het gerecht de daders nooit. Maar Belgicistische kringen maken er sinds de bevrijding geen geheim van dat de toren moet verdwijnen en de bedevaartsweide onteigend moet worden. In 1945 hebben leden van het verzet van de Witte Brigade een eerste poging gedaan om de IJzertoren neer te halen. Dat is mislukt. Het waren klungelaars. Ze hebben dan de hulp ingeroepen van, in 1946, van deskundigen. En dat waren leidinggevende figuren uit het leger. Met name uit de nabijgelegen kazerne van Houthulst. De dynamietstaven kwamen vandaar. Men heeft ook bewust een aantal zaken niet willen zien. Wie er die dag is binnengegaan in de kazerne, wie er buiten. De bladzijde met het bezoekersboek van die dag is verdwenen. En ook hier moest de wacht opgetrokken worden door de Rijkswacht. Ook die hadden niets gezien, maar men heeft urenlang, om zo'n monument neer te krijgen, moet je echt stevig materiaal gebruiken. En dan is er natuurlijk ook de zeer nadrukkelijke medeplichtigheid van politieke kringen. Met name van de liberale minister, zijn naam mag wel genoemd worden, Van Glabbeke. Die is trouwens na dat hij geen minister niet meer was, is hij opgetreden als advocaat van de verdachten. Dus politieke en verzetskringen zijn de schuldigen van deze aanslag. Een groot deel van de Vlamingen reageert verontwaardigd, maar politiek links laat geen traan. De CVP ziet haar kans en probeert zich meester te maken van de ijzerbedevaart. De partij streeft naar een absolute meerderheid en begrijpt dat zij de kiezers van de vooroorlogse Vlaams Nationale Partij kan opslokken. Een maand na de verwoesting organiseren Leuvense studenten een jeugdbedevaart voor eerherstel naar de vernielde toren. Het verschil met vroeger is groot. Radiobaas Jan Boon, een keiharde CVP'er, houdt een toespraak. En de radio zendt de plechtigheid integraal uit. Naast 6 leeuwenvlaggen wapperen ook 5 Belgische driekleuren. Na de Vlaamse leeuw wordt de Brabantsonne gespeeld. Vele aanwezigen krijgen op dat moment een hoestbui. Onder de 4000 aanwezigen zijn talrijke CVP-parlementsleden, onder wie Kamervoorzitter Frans van Kouwelaert. De eerste echte naoorlogse bedevaart is die van 1948. De meeste Vlaams-nationalisten uit het bedevaartcomité zijn gestraft wegens collaboratie. Zij zijn nu vervangen door CVP'ers. In tegenstelling met de bedevaarten van voor de oorlog
zijn er geen linkse en vrijzinnige Vlamingen meer aanwezig. Zij verwerpen het collaboratieodium dat aan de bedevaart kleeft en ze zullen tot vandaag wegblijven, zodat rechts-Vlaanderen vrij spel krijgt. De bedevaart van 1949 verloopt in een gespannen sfeer, want een Belgicistisch comité voor waakzaamheid en actie heeft de verzetsbewegingen opgeroepen definitief een einde te maken aan de bedevaart. Bedevaarders en tegenbetogers worden van elkaar gescheiden door 1200 rijkswachters met geweer, sabel en revolver. Zoals iedere actie tegen de ijzerbedevaarten heeft ook de vernieling van de ijzertoren een omgekeerd effect. Op de bedevaart van 1949 zijn er weer 20.000 deelnemers. Maar de toon ten opzichte van België is gematigd. Opvallend is de aanwezigheid van CVP-minister Paul Willem Segers. De bedevaart van 1950 staat in het teken van een nieuwe Vlaamse nederlaag. Want koning Leopold heeft juist troonsafstand gedaan onder Waalse en linkse druk, terwijl meer dan 70% van de Vlamingen hem op de troon wilde houden. Volgens het IJzerbedevaartcomité is het Vlaamse volk door de afloop van de koningskwestie diep vernederd. Om de gemoederen te bedaren besluit de CVP-regering dat de staat het herstel van de IJzertoren ruim zal subsidiëren. Het nationalistisch weekblad Het Paliterke pleit tevergeefs om de ruïnes te laten staan. Vijf CVP-ministers wonen de bedevaart bij. De nieuwe voorzitter, professor Frans Fransen, pleit schuchter voor wat hij noemt een zekere vorm van zelfbestuur en voor amnestie. Twee jaar later, in 1953, krijgen betogers het op de vooravond van de bedevaart weer eens aan de stok met de rijkswacht op de markt van Diksmuiden. De oorlog begint te vervagen en de roep voor amnestie wordt luider. Ook de bedevaart, Sanderendaags, wordt verstoord door geroep om amnestie. Herhaaldelijk steken bedevaarders borden omhoog waarop weg met de CVP en amnestie geschilderd staan. Voor het laatst wappert in 1953 de Belgische driekleur naast de leeuwenvlag over de weide. En voor het eerst sinds het einde van de oorlog wordt opnieuw het woord federalisme gebruikt. In de jaren 50 waren de nationalisten een beetje weggebleven van de bedevaartweide. Ofwel zaten ze nog in de gevangenis, ofwel hadden ze een zekere schroom om terug naar hier te komen, de plaats waar het nationalisme altijd was gevoed geworden. En nationalisme werd altijd verdacht in het hoekje geplaatst met collaboratie met zwart zijn. Dus men had enige schroom. Ze zijn beginnen terugkeren, samen met degenen die er altijd waren geweest, ook de christendemocraten. Maar het krijgt een steeds nadrukkelijker eisenpakket mee, in het bijzonder omdat het amnestiedossier zo lang bleef aanslepen en tot op vandaag trouwens nooit is opgelost geworden, maar toen nog zeer voelbaar was. Er waren tienduizenden gezinnen in Vlaanderen die ergens met collaboratie en vooral met repressie terecht of ten onrecht te maken hadden gehad. En zij kwamen naar hier om recht te vragen, om te zeggen, draai nu die bladzijde om. En ook het eisenpakket werd inderdaad altijd maar radicaler. Men ging steeds meer de vragen stellen naar een splitsing van het land via een federale structuur en sinds de jongste jaren dan echt ook de boedelscheiding gaan bepleiten. In het begin van de jaren 50 is Vlaanderen nog altijd zeer arm. De levensstandaard is er een derde lager dan in Wallonië.
Vanaf 1954 wordt op de IJzerbedevaart eindelijk de klemtoon gelegd op de Vlaamse armoede, de werkloosheid en de pendelarbeid naar Frankrijk en de Waalse mijnen. Nauwelijks een jaar later komen tientallen Vlaamse mijnwerkers om het leven in Wallonië bij de mijnramp van Marcinelle. Hun dood illustreert de zwakheid van de Vlaamse economie en dat verklaart ook waarom de Vlaamse politici zo weinig van tel zijn. Op de bedevaart van dat jaar wordt de CVP dan ook uitgespuwd en ze haakt af. In 1958 wordt op de Heizel de wereldtentoonstelling gehouden. De Vlamingen zijn verontwaardigd over het Franstalige overwicht. België lijkt nog maar eens een Franstalige staat. De student Wilfried Martens, 22 jaar, houdt een opgemerkte toespraak. Hij pleit voor een democratische herverdeling van de machtsposities op basis van de Vlaamse en Waalse volksgemeenschappen. Ook hij koppelt sociale eisen aan het streven naar zelfbestuur. De grote staking tegen de eenheidswet in de winter 1960-61 toont aan dat Vlamingen en Walen ook op sociaal vlak verdeeld zijn. In Wallonië groeit het besef dat het niet eeuwig bevoorrecht zal blijven. In oktober 1961 nemen bijna 100.000 Vlamingen deel aan de eerste mars op Brussel om de Vlaamse eisen kracht bij te zetten. De nieuwe Vlaams-Nationale Partij, de Volksunie, breekt door en haar kiezers gaan de IJzerbedevaart domineren. De bedevaart van 1962 gaan dan ook maskers af. Federalisme en Vlaanderen eerst. Vanaf nu gaan de Vlaamse eisen steeds radicaler klinken. Want Vlaanderen wordt rijker, de werkloosheid verdwijnt dankzij de multinationals. De jongere generatie Vlamingen heeft geen oorlogscomplexen meer en aanvaardt niet langer de discriminatie. Op de IJzerbedevaart van 1965 wordt de nieuwe IJzertoren ingewijd. Typisch voor de evolutie van de Vlaamse beweging is de boodschap van de vroegere voorzitter van het bedevaartcomité Frans Daals. Er moet niet meer gejammerd worden over de gebroken Belgische beloften. Vlaanderen moet op eigen kracht zelfstandig worden. Na 135 jaar Belgische geschiedenis, nog gebaren alsof de Walen tegen de Vlamingen dienen beschermd te worden, is zonder meer schijnheiligheid. Volgende jaar breken in het Limburgse mijnbekken hevige rellen uit. In Leuven klinkt de leuze Walen buiten steeds luider. Voor vele Vlamingen is de aanwezigheid van de verfransende universiteit niet langer aanvaardbaar. La Belgique, la Belgique, la Belgique.
Namens het comité koppelt ook Rick Borginon op de ijzerbedevaart de sociale en de culturele eisen Zwartberg en Leuven. Wanneer echter van ons gevorderd wordt dat wij omwille van het Belgisch unitarisme nog langer elementaire rechten en belangen zouden prijsgeven, dan zeggen wij kort en goed nee. Dat jaar eindigt voor het eerste bedevaart met drie nationale liederen. Het Wilhelmus, die stem van Zuid-Afrika en de Vlaamse leeuw. De nieuwe regisseur Remy van Duin brengt die gewoonte mee van het Vlaams Nationaal Zangfeest. Niemand protesteert tegen die stem. Is het jaar van de contestatie. Tekenend is wel dat de nieuwe generatie Vlaamse studenten een zwart Amerikaans protestlied zingt in plaats van de leeuw. Ook de bedevaart staat in het teken van vrede en internationale verstandhouding. Het thema is nu Vlaanderen, Europa, de wereld. Priesters van verschillende continenten dragen de mis op en er zijn heel wat buitenlandse groepen en vlaggen. In de jaren 50, 60 heeft men vanuit officiële hoek blijven pesterijen toepassen. Tot de jaren 70 zijn mensen geïdentificeerd die naar de ijzerbedevaart kwamen. En men had zelfs de culot om de ordehandhaving te laten doen door Franstalige rijkswachters, wat bijna vragen was naar incidenten. En de BOB was ook altijd zeer massaal en onherkenbaar nadrukkelijk aanwezig. Noteerde alles wat gezegd werd. Hij kon er tuk op zeggen dat wanneer je een belangrijke functie had in het maatschappelijk, burgerlijk, politieke leven en je ging naar de ijzerbedevaart, nu, dat was toch zwaarzondig tot diep in de jaren 60, ja. En vrede is lachen en lopen. Zo'n 10 jaar lang kabbelt de bedevaart voorspelbaar verder tot er in 1977 groot nieuws is. Dat jaar staat de ijzerbedevaart in het teken van het pas door de partijen goedgekeurde Egmondpact, dat de Franstaligen allerlei privileges toekent die niet passen. De hele Vlaamse niet-partijpolitieke beweging verwerpt tenslotte het pact. Er worden dat jaar harde woorden gesproken in Kaaskerke. Het pact sneuvelt eind 78. Maar de Volksunie heeft het pact goedgekeurd en de harde nationalisten verlaten die partij en verenigen zich in het Vlaams Blok. De federale gedachte wint aan invloed. In 1981 gaat de eerste Vlaamse regering van start onder leiding van Gaston Geens. De Vlaams Nationale Volksunie is een respectabele regeringspartij. Er is welvaart in Vlaanderen en de Walen zijn bang niet langer de eerste rangsburgers te zijn in de eenheidsstaat. De ijzerbedevaart van 1982 heeft als motto Vlaams geld in Vlaamse handen. De nieuwe voorzitter van het ijzerbedevaartcomité, Paul Daels, spreekt zich uit tegen steun aan de zieltogende Waalse staalindustrie. Willen de Walen verder miljarden storten in bodemloze putten, onder meer van hun staalnijverheid, goed, maar dan onder hun verantwoordelijkheid en met hun eigen geld. Wij zullen wel zorgen voor onze noodgebieden. Wij zullen wel zorgen voor onze Kempische steenkoolmijnen. Door Vlaanderen, met Vlaanderen en voor Vlaanderen. En... Oh.
Op de bedevaart van 1985 beklemtoont Paul Daels opnieuw de vredesgedachte en de noodzaak aan echt pluralisme. Er is zoiets gegroeid als een Vlaams gevoel over alle tegenstellingen heen. De Vlaamse Raad erkent de leeuwenvlag als vlag en de Vlaamse leeuw als nationaal lied van Vlaanderen. Een sterke CVP-delegatie woont de bedevaart bij. Sinds het eind van de jaren 50 is dat niet meer het geval geweest. In de marge van de bedevaart wordt dit pluralisme al geruime tijd met voeten getreden. Skinheads en extreemrechtse groepjes veroorzaken geregeld incidenten. In 1985 worden 70 personen opgeleid. Het IJzer Bedevaartcomité reageert jaar na jaar tegen de aanwezigheid van die groepjes die de bedevaart misbruiken. In 1987 eist het Vlaams Blok zelfs het ontslag van Paul Daels en bezet eventjes de toren omdat het Bedevaartcomité voor de afschaffing van de apartheid pleit. Het comité laat die stem niet meer op het einde, maar tijdens de plechtigheden zingen. Hetzelfde jaar gaan vele vrijzinnige Vlamingen niet akkoord als de Vlaamse regering het IJzermonument uitroept, typisch genoeg in slecht Nederlands, tot memoriaal van de Vlaamse ontvoogding. De vrijzinnigen vinden dat de toren met de letters AVV-VVK niet representatief is voor de hele Vlaamse gemeenschap. De nieuwe voorzitter, Lionel van den Bergen, zet de lijn van het pluralisme voort. Op de bedevaart van 92 pleit hij voor verdraagzaamheid tegenover alle vreemdelingen die legaal in Vlaanderen verblijven. Maar de meest opgemerkte uitspraken uit deze 65ste bedevaart zijn deze zinnen. Waalse vrienden, jullie lonken allang naar Frankrijk. Het gaat jullie goed. Laten we scheiden. Scheiden met onderlinge toestemming. Naamstemming over het ontwerp van bijzondere wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. Begin van de stemming, début du vote. Heeft iedereen gestemd? Heeft iedereen zijn stemming nagekeken? Fin du vote, einde van de stemming. Resultat du vote. 204 membres ont pris part au vote. 143 répondu oui, 61 répondu non. Begin 1993 wordt België grondwettelijk een federale staat. De oude eis van zelfbestuur is deels, maar niet helemaal, gerealiseerd. Wallonië rijft nog altijd honderden miljarden Vlaams belastinggeld binnen. Aan Vlaamse zijde is alleen het Vlaams Blok radicaal tegen. 16 jaar na Egmond is er weer een splijtswam in de traditionele Vlaamse beweging. Terwijl het extreemrechtse Vlaams Blok altijd sterker wordt, deemstert de Volksunie weg. Vele vrezen dat de bedevaart een mislukking wordt. Maar tot ieders verrassing komt er meer volk opdagen in 1993 dan het jaar tevoren. Alsof de bedevaarders willen beklemtonen dat hetgeen hen bindt belangrijker is dan hetgeen hen verdeelt. De voorzitter, die zelf achter het Sint-Michielsakkoord staat, spreekt minder radicale taal dan het jaar voordien. Tot het tricolore Belgisch unitarisme zeggen we duidelijk, de staatshervorming is niet voltooid. Maar dit zelfbestuur moet gepaard gaan met wederzijds respect en met verdraagzaamheid. Pas dan is een duurzame vrede mogelijk. De boodschap van Dinxmuiden is duidelijk, drievoudig en ondeelbaar. Zelfbestuur, nooit meer oorlog en godsvrede. Vrijheid, vrede, verdraagzaamheid.
Traditiegetrouw hekelt de Franstalige pers de Vlaamse eisen en misleidt ze haar lezers en luisteraars door het Vlaamse antidiscriminatiestreven gelijk te stellen met grof nationalisme. De pas overleden koning wordt erbij gesleept om La Belgique de Papa te verheerlijken. Toch maken de ijzerbedevaarten het de Waalse en de buitenlandse pers wel erg gemakkelijk in haar zoektocht naar echte en vermeende fascisten. ...die in zijn studententijd actief was in het KVHV en in de Europa-Krim. Hij studeerde economie aan de UFCA en internationale politiek aan het UCL. Momenteel is hij leraar aan een middelbare school. De bedevaders, vooral de bejaarden, zijn erg gehecht aan de tradities, zoals de vendeldefilés, de choreografie en de eed. De neutrale buitenstaander vindt het dikwijls wat oudbollig, wat hoogdravend. En de idealen van de bedevaders gaan wat verloren achter de symbolen die soms aan minder fraaie tijden doen denken. Met wat montage maken tegenstanders hier handig gebruik van om soms onbewust, maar dikwijls bewust, mensen te misleiden over de oudste pacifistische bijeenkomst ter wereld. Diezelfde tradities verhinderen ook voor een deel dat de jongeren zich terugvinden in de idealen van de ijzerbedevaart. Voor de verdraagzaamheid onder de mensen. De ijzerbedevaarten hebben altijd bijzonder veel volk naar Diksmuiden gebracht. Ook volgens rijkswachttellingen 50.000, 60.000 tot een heel eind in de jaren 60, een stuk in de jaren 70. En dan is er daar een knik gekomen. Hangt men nu ergens rond het officiële getal van 30.000 ijzerbedevaarders. De redenen voor die terugloop zijn ten eerste een demografische. Er zijn minder mensen die een van beide oorlogen hebben meegemaakt. Dat is gewoonweg een demografische vaststelling. Maar vooral, het Vlaamse is niet meer het eerste aandachtspunt op de politieke agenda. En de meest zichtbare grieven van vernederingen die de Vlamingen ondergingen, zijn dus verdwenen. Wij worden opgevoed in het Nederlands, wij spreken Nederlands, we gaan de wereld rond als Vlamingen. En men heeft dus geen directe gevoeligheid niet meer voor eisen die gerealiseerd zijn geworden. Het Vlaams programma, het frontbewegingsprogramma, is voor een groot stuk werkelijkheid geworden. En dus gaat deze ijzerbedevaart volgens mij al maar meer een andere dimensie krijgen. Natuurlijk Vlaams, maar ook de andere beide gedachten, de godsvrede, de verdraagzaamheid onder mensen en de wereldvrede, denk ik, blijven de dominante thema's voor de jaren 90 en lang daarna. Blijven, hè? Vrijdag op TV 2.